Vandaag gaan we kijken naar 4 van jullie ingestuurde setups. En ik ben heel erg benieuwd hoe deze eruit zien. Dus ga er goed voor zitten. Dan gaan we samen kijken naar de allereerste setup van vandaag. En de allereerste setup van vandaag is deze van Simon. En Simon is 14 jaar oud en gebruikt deze setup voor gamen en school. En zoals we hier kunnen zien is dit een super dikke setup met een hele mooie PC, 2 monitoren, wat muurdecoratie hier. Ook nog een IKEA packboard hier aan de linkerkant. Dus ik vind deze setup er op het eerste oog echt super goed uitzien. Hij is super opgeruimd, dat vind ik bij setups altijd heel erg nice. Dan is het gewoon meteen heel erg clean. Hier heb je ook nog zo'n standaardje staan waar je dan waarschijnlijk iets van een telefoon of misschien tablet of laptop op zet. Dus dat kan je ook nog gebruiken in jouw setup. En we zien in deze setup het hele bekende IKEA bureau, die Alex Drawers hier aan de zijkant en dan een IKEA tabletop erop. En hier ook nog zo'n extra pootje, zodat het bureau niet doorzakt. Dus dat heb je heel erg slim gedaan. Ook de cable management zien we meteen dat het heel erg goed is. Je bent niet bang om het te laten zien, omdat de cable management goed is. En ook vind ik de PC er super cool uitzien. Hij is helemaal in het zwart. En dat past ook goed bij de rest van het thema van deze setup. Dus laten we als eerst even naar de PC gaan kijken, want ik ben benieuwd wat daarin zit. En dit is deze PC en die vind ik er super goed uitzien. We gaan ook even door de specs heen. Je hebt een Ryzen 5 5600X, een 4070, 16 GB aan RAM, een B550M moederbord, 1 terabyte opslag en 650 watt voeding. Dus dat zijn echt super goede peripherals. Zeker als je bedenkt dat jij pas 14 jaar oud bent, Simon, dan is dit echt een hele goede PC. En daar kun je de komende jaren nog echt wel heel erg goed op gamen. Alle games die tegenwoordig uitkomen kun je met dit echt prima gamen. Dus dat heb je echt heel erg nice gedaan in deze setup. Dan vinden we verder nog 2 Asus monitoren. Allebei 144 Hz, 24 inch en ze zijn dus van Asus. Je hebt je ook heel erg netjes op een monitor mount weggewerkt. Dat vind ik heel erg clean. En hierdoor heb je dan ook nog wat ruimte onder jouw monitoren om hier bijvoorbeeld zo'n Razer soundbar neer te zetten. En hiernaast ook nog een stream deck. Dus ik weet niet of je streamt, maar wel grappig om te zien dat je dit gebruikt. Als we dan gaan kijken, vinden we hier GTA, Epic Games, Steam, Apex, Riot Games, Fortnite, YouTube. Dus dat zijn een beetje de dingen die jij met jouw stream deck doet. Dus ja, het is wel heel erg nice. Zeker als je niet streamt en je hebt een stream deck, dan heb je dus blijkbaar geld over ergens. Want het is wel een luxe dingetje. Dan verder gebruik je voor de keyboard in deze setup een Razer Huntsman Mini. De muis is de G Pro Wireless van Logitech. En de muismat is de Woods in het zwart van Tommy Boy. Dus heel erg nice om die in de setup terug te zien. En dan heb je hier op deze foto ook nog jouw stoel en die is van Secret Lab. Dus je hebt echt een hele goede, maar ook echt dure setup met allemaal merken zoals Secret Lab, die de setup gewoon echt heel erg duur maken. En ook heb je gewoon qua decoratie genoeg dingen hier met een IKEA packboard met wat Funko's erop. Nog een extra muis hier ook. Hier dan nog een neon sign. Je hebt nog wat wandpanelen. Dus die dingen maken de setup wel gewoon heel erg nice en ook persoonlijk. Dus je hebt, ja, het maakt het niet saai door al die decoratie die je gebruikt. En hier boven je setup heb je ook nog een plankje met een aantal dozen van dingen die je ooit gekocht hebt. Dus ja, dat ziet er wel goed uit. Hier vinden we ook nog een headset die jij aan je bureau hebt vastgemaakt. Dus die ziet er ook heel erg goed uit. En ook heb je hier nog een draadloze oplader in je setup waar je je muis op kan doen en dan kan die draadloos opladen. Dus ook dat ontbreekt niet in deze setup. Heel erg cool. Dus ja, het hele thema in deze setup en hoe de setup eruit ziet vind ik echt heel erg goed gelukt. En zeker voor iemand van 14 is dit echt een bizarre setup. Ik bedoel, niet veel mensen hebben op die leeftijd zo'n goede setup. Dus ik denk als we dit een setup zouden moeten geven, dat we echt wel uitkomen op een 9 van de 10 of iets. Ik bedoel, je kunt niet heel veel meer van deze setup verwachten dan wat het nu is. Dus ja, Simon, ik wil jou bedanken voor het insturen. En dan gaan wij kijken of de tweede setup ook heel erg goed is. Net als deze van Simon. En dan is dit de tweede setup van vandaag. En deze is van Rohan. Rohan is ook 14 jaar pas. En gebruikt deze setup voor game, Photoshop, video editing en een beetje schoolwerk. En ik vind deze setup er ook echt heel erg cool uitzien. Zeker met die wolken met wat RGB erin. Het ziet er een beetje gek en cool tegelijk uit. Want op het eerste oog denk je meteen van, wat zit er hier in die hoek van de setup gepropt? Maar het zijn dus wolken met een beetje RGB. Nou, ik vind het er wel cool uitzien. Een tijdje geleden was dat op TikTok echt een hype, dat mensen dit soort dingetjes aan hun muur en plafond gingen maken. En op zich was het wel cool. Maar volgens mij was er ook wel wat brandgevaar en dat soort dingen. Dus je hoort er niet heel veel meer van. Maar wel cool om een keer terug te zien in een setup dat jij dit hebt gedaan. Geeft de setup wel meteen een hele coole, unieke look. Dus dat is zeker cool. Dus laten we ook maar even gaan kijken naar de PC. Die ziet er natuurlijk heel erg goed uit. Een witte case, die ziet er heel erg mooi uit. En in deze PC vinden wij een Ryzen 5 5500. Gecombineerd met een AMD grafische kaart. Dat is namelijk de Radeon RX 6650 XT. Dan heb jij nog van G-Skill 16 GB aan RAM. En een cooler van Cooler Master, de Master Liquid ML240. Dan heb jij nog een ROG B550F moederbord. 1 terabyte opslag. En zit dit alles in de N60 H7 Flow Case. Die we eigenlijk het beste hier op deze foto zien. Dus ja, ik vind de PC er echt heel erg goed uitzien. Past wel goed bij bijvoorbeeld de wolken en het bureau. Die zijn wit en de rest in de setup is eigenlijk zwart. Dus op zich vind ik dat contrast in deze setup wel heel erg nice. Dan verder vinden we natuurlijk ook monitoren in de setup. En de main monitor is deze
27 inch, 165 hertz. En dan heb je ook nog een secundaire monitor, 60 hertz hier aan de linkerkant. Die heeft ook nog zo'n dikkere balk hier. Dat is een wat oudere monitor. Maar voor een tweede scherm is dat altijd goed. En deze heb je ook heel erg mooi aan de muur bevestigd hier. Deze staat volgens mij op een monitor mount. Maar deze zit aan de muur en dat maakt het ook meteen heel erg clean. Dan heb je daaronder nog een soundbar. En dan voor de peripherals vinden wij voor jouw toetsenbord een Arkey 87. Een keer niet de Arkey 61, maar een Arkey 87 in het zwart. Ziet er ook heel erg cool uit. Heb je toch die pijltjes toetsen extra. Dat is altijd wel nice. En voor de muis gebruik je de Razer Deadeader V2 in het zwart. En ook heb je nog een zwarte muismat. Maar er staat niet bij welke dat is. Maar die, ja, die is gewoon standaard zwart. Hij is wel een beetje bobbly. Of hij begint hier ook een beetje los te laten aan de zijkant. Zoals ik hier kan zien. Dus misschien kun je die nog veranderen. Of opnieuw halen dat hij weer fresh is. En verder vinden wij in deze setup nog een IKEA packboard met een headset. Ik weet niet wat dit is. Waarschijnlijk je airco of iets. Want ik zag volgens mij hier op de foto een airco zitten hierboven. Dus dat is lekker om in jouw setup te hebben. Dus al met al vind ik het een goede setup. Ik vind hem er goed uitzien. Je hebt aan decoratie gedacht met een heel... Ik weet niet wat dit is trouwens. Dit is een opslag of zo. Het ziet erbij als een HDD. Ik weet niet wat hij aan de muur doet. Misschien zit ik er ook helemaal naast en is het iets anders. Maar het lijkt er wel een beetje op. Dus ik ben wel benieuwd wat dat is. Maar je hebt hem in ieder geval als decoratie aan de muur gehangen. Dan heb je nog die wolken. Je hebt een packboard. Dus je hebt wel zeker je best gedaan. Je bent pas 14. Dus als we deze setup een cijfer zouden moeten geven, geef ik je denk een 7,5 van de 10. Ik vind het echt een goede setup. Misschien kun je die monitor nog iets dichter bij elkaar doen. Maar je hebt zeker een goede setup, Rowan. Dus ik wil jou bedanken voor het insturen van deze setup. En dan gaan wij kijken naar de derde setup van vandaag. En ik wil even jullie aandacht voor de derde setup. Dit is de setup van Jur. En moet je kijken hoe clean deze setup eruit ziet. Dit moeten jullie even beseffen. Wauw. Dit bureau ziet er echt super gek uit met die houten print op het bureau. Maakt het echt super cool. En al die dingetjes aan de muur. Kleine houtpanels. Die zijn echt heel erg nice. Ik weet niet hoe je dat hebt gedaan. Maar het maakt de setup echt heel erg cool. De setup is ook echt super symmetrisch. Die monitoren zitten precies in het midden. Dan heb je links een gitaar, rechts een gitaar. Plankje in het midden. Dus er is echt over nagedacht in deze setup. En dat zie je meteen. Deze setup is echt insane. Ik vind het echt heel erg cool. Cable management en zo heb je goed gedaan. Ja, je hebt hier natuurlijk kabels van je PC. Maar ja, die heb je sowieso. Dus ja, ik vind het heel erg nice. En we kunnen het al wel raden aan alle instrumenten. Maar jij gebruikt deze setup voor muziek en voor grafisch ontwerp. En natuurlijk ook een beetje gamen. Dus dit vind ik echt een hele coole setup. Ik ben benieuwd wat je allemaal precies gebruikt. Want als we gaan kijken naar de PC, dan vinden we hier een Ryzen 7 5800 processor in. En die heb je gecombineerd met een 2070 super grafische kaart. 32 GB aan RAM, want je doet natuurlijk grafische vormgeving. Dus dan moet je natuurlijk wel genoeg RAM hebben. Dat is altijd belangrijk. En je hebt een B550 moederbord. Volgens mij hebben we in deze video ook alleen maar B550 moederborden gehad. Dus mocht je moederbord zoeken, is dat misschien de go-to moederbord om te nemen. Ik heb hem zelf ook. Dus ik weet niet waar dat ineens vandaan komt. Maar een hele coole PC-beeld. Ik weet niet welke case eromheen zit, maar hij heeft een aantal fans. Maar het ziet er wel cool uit. Maar de aandacht gaat natuurlijk niet naar de PC, maar vooral naar de setup zoals we hier kunnen zien. Dus ik ben benieuwd wat je hier allemaal precies gebruikt in deze setup. Voor het toetsenbord vinden wij een Razer Sinosa V2. Toetsenbord dat ik niet echt eerder van heb gehoord, maar het is een full-size toetsenbord. Voor de muis gebruik je de Logitech G305 Hero. En deze dingen heb je op een zwarte muismat gelegd. Ziet er wel heel erg nice uit op dit houten bureau. En dan voor audio, dat ook heel erg belangrijk voor jou is, gebruik je een headset, de SteelSeries Arctis 9. En ook qua audio voor jouw gitaren en dat soort dingetjes gebruik je hier deze kleine audio interface. Focusrite Scarlett. En daarbovenop heb je dan nog een JBL box. En ook de monitoren natuurlijk niet vergeten. Die zijn van AOC 24 inch gaming monitoren van 144 hertz. Nou, die heb je ook super netjes weggewerkt aan een monitorbeugel. Dan heb je daaronder nog wat plantjes neergezet. Dus ik vind dit er echt heel erg cool uitzien. Ook gewoon, ik vind de kleuren van het bureau ook gewoon echt heel erg cool. Ook die plankjes waar jouw speakers op staan, die zijn van hetzelfde. En dat, ja, het staat gewoon echt heel erg goed. Dan heb je wat oranje RGB en die heb je ook op je toetsenbord. Dus alles, er is over alles nagedacht. Je hebt hier zelfs spotjes aan je plafond die dan wat extra spotlight geven aan de dingen achter jouw setup. En hier ook jouw monitor. Lightbar, die zet je juist andersom, zodat er een soort van glow achter je setup komt. Dus dit is echt een inspirerende en coole setup. Ik vind het heel nice. Je hebt ook nog wat over de gitaar en zo gezet, maar daar weet ik helemaal niks van. Dat spreek ik sowieso ook verkeerd uit, maar qua setup is dit wel echt een hele coole setup. Als ik dit een cijfer zou moeten geven, dan kom ik er ook weer uit op een 9 van de 10 of iets. En voor een setup met muziek erin verwerkt, is dit misschien wel een 10 van de 10. Maar daar heb ik niet heel veel verstand van. Dus ja, ik vind dit echt een super coole setup, Jur. Thanks voor het insturen. Dus laten we maar gaan kijken naar de vierde setup van vandaag. En de vierde setup van vandaag is deze setup van Dylan. En Dylan is 15 jaar oud en gebruikt deze setup voor editen, Netflix, gamen. En de games die je dan speelt zijn Minecraft, GTA en Euro Truck Simulator. En zoals we hier kunnen zien is dit ook wel weer een hele goede setup. Wel moet ik meteen even iets zeggen over de setup. Want zoals we hier kunnen zien met zonlicht. Ja, ik weet dat zonlicht het erger maakt. Maar je kunt het misschien een keertje iets
stofvrij proberen te maken. Ik bedoel, het ziet er meteen een beetje muff uit als je heel erg veel stof hebt in je setup. Dus even dat bureau, even een doekje eroverheen halen en dan is het meteen weer een stuk cleaner. Als alles zwart is, zoals in deze setup, dan zie je stof gewoon wat sneller. En daar kun je niet heel veel aan doen, behalve gewoon de stof eens in de zoveel tijd weghalen. En dan is het weer fresh. Dus doe dat vooral even, Dylan, dan is het echt een stuk beter. Maar ik vind het wel echt een hele coole setup. Je hebt in geen foto je setup aanstaan. Ja, wel de PC, maar niet de monitoren. Maar die heb je op twee verschillende monitorbeugels neergezet. En dat vind ik er wel heel erg clean uitzien. Deze monitoren zijn van Samsung. Dit zijn de LS24, 24 inch, 75 hertz monitoren. Dus dat is helemaal prima. 75 hertz kun je misschien nog upgraden in de toekomst naar 144 of 165. Hier zien we nog een betere foto van de speakers. En dan ook nog de plantjes. Dat ziet er wel gewoon nice uit. Goede foto ook. De PC onder jouw setup. Dus als we gaan kijken naar deze PC met de rode RGB, dan vinden wij hierin een Ryzen 5 5600G. Een RX Vega 7 grafische kaart. 16 GB aan RAM. 500 GB aan SSD. En je gebruikt Windows 11 op deze PC. Dus de PC kan misschien ook wel weer een upgradeje gebruiken in de toekomst. Maar goed, je bent natuurlijk 15. Dus dat je nu al een PC hebt, is gewoon heel erg lekker. En dat je dan niet meteen de beste PC hebt als 15-jarige, is natuurlijk helemaal niet gek. Het is al nice dat je een PC hebt. Je kunt misschien wel je PC op je bureau zetten. Als je deze speaker dan misschien... Ik zou eerder de speaker onder het bureau zetten dan de PC. Maar goed, dat is natuurlijk maar net wat je bureau aan kan en wat je zelf fijn vindt. Verder over de peripherals heb je niks gezegd, maar je hebt volgens mij een beetje budget peripherals op je bureau liggen met de muis. Een RGB muis, ik weet niet precies welke het is. En ook dit toetsenbord ziet eruit als een misschien zelfs membraan toetsenbord, wel met RGB. En ook je muismat is er eentje met RGB, maar die heb je niet eens aangesloten. Dus die gebruik je gewoon als een normale muismat. Die kan misschien ook nog wel een upgradeje gebruiken in de toekomst. Meestal zijn die qua kwaliteit niet de beste. En aangezien de RGB toch niet gebruikt, kun je misschien die kwaliteit wel wat beter maken als je de RGB toch niet zo belangrijk vindt om de muismat. Dan, cable management moeten we natuurlijk ook even checken. En zoals we hier zien, heb jij wel een netje opgehangen. Dat heb je heel erg goed gedaan. Daarbinnen is het misschien een beetje chaotisch, maar op het moment dat het in zo'n netje zit, ja, dan is het al prima. Dan telt het al niet meer. Deze kun je misschien nog hier iets beter vastbinden samen, maar ik vind het prima. Je hebt een kabel net onder je bureau opgehangen, dus daar moeten we de credits voor geven. En hier heb je ook je best gedaan. Heb je de kabels nog bij je monitor vastgemaakt aan allebei de kanten. En hier alleen van je muis en toetsenbord hier een kabeltje. Dus zo snel en zo kort mogelijk naar beneden. Ik weet niet precies wat dit apparaatje is dat op jouw bureau staat. Dus Dylan, als je deze video checkt, laat even weten wat dit is. Of als iemand het weet in de comments, laat het weten. Want ik heb echt geen idee. Maar al met al, als we kijken naar deze setup, vind ik het een hele goede setup. Vind ik het nice. Ik vind de muur nice. Met dit behang geeft het gewoon meteen een hele andere look. Verder alles in de setup is zwart. Je hebt hier en daar nog een klein plantje. Dus ik vind dit ook wel weer een hele goede setup. Je krijgt natuurlijk een beetje puntenaftrek, omdat je een klein beetje stof hebt op je setup. Maar ik denk als we dit een cijfer moeten geven, dat we een 7,5 van de 10 geven. Dus thanks Dylan voor het sturen van deze setup. Heel erg nice. En dan waren dat de 4 setups van vandaag. Mocht je deze video leuk hebben gevonden, drop dan even een like en abonneer. Dat helpt mij enorm. Mocht je ook terug willen komen in zo'n video, dan kun je dat insturen via de beschrijving. Daar staat een linkje, kun je setup insturen. En dan komt die misschien wel terug in de volgende video. En dan nogmaals bedankt voor het kijken en tot later.